De eerste hoekschop uit de partij met altijd Sanusi. De Grand komt weg aan de eerste paal. Talvitje blijft rustig. Goed gedaan, Derman. En een counter, want ze zijn met veel mee. Het gaat naar links bij Vanja. Talvitje is mee. Daar gaat de bal ook naartoe. Talvitje voor de goal. En hij mist hem. Nee, binnen. Toch binnen. Gezichtsbedrog vanuit de commentaarpositie. Maar Lommel heeft toegeslagen. Nog geen 3 minuten voetbal. Hier even kijken, Matthias die moest maken dat hij terug was. En het is niet Talvitje, maar het is Schot die mee was gekomen hier. De trap. En de goal. Oh, het is toch Joe Talvitje. Even verwarring. Matthias zit er half bij. Goede redding nog eigenlijk. En dan heeft hij de pech dat die bal erin gaat. En dan is het Schoofs. Het eerste wat dan moet gebeuren natuurlijk. Eerste duels winnen, dan beginnen voetballen. Dat hebben ze bij Lommel beter begrepen. Oh, Matthias zit er compleet naast. En dan moet Vanja scoren. Maar de terugkeer. De terugkeer van Tolis Konstantopoulos. Het is af en toe een kamikaze keeper. Komt vaak zijn doel uit. En dan gaat het soms een keer mis. Kijk, wat doet hij hier? En dan mag hij Konstantopoulos op zijn blote knieën danken. Of het stond hier gewoon 2-0. Oh, la 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 la. Daarvoor Matthias. Een tactische steekspel lijkt voorlopig gewonnen te worden door Steve Bolt. Dit is ook weer slordig van Matthias. En dan moet die bal naar links. Gaat hij naar links en wordt die binnen gekruld door Derman Karim. Zijn derde van het seizoen. Op een belangrijk moment. Zo net voor de pauze. De voorsprong verdubbeld. Lommel op 2-0. En een peerschot. Weer uit voetballen. Onder druk. Matthias. Een rotbal. Onderschept door Schoofs. Afleggen van Granel. Prima. En dan Karim. Die zonder aarzelen die bal in de verse winkelhaak duwt. Knap doelpunt. Past perfect. En de Togolees. Michel komt er knap uit. Ruimte is op links bij zijn maatje. En ziet dat. Gaat het zelf doen, Michel. En gelost en dan binnen. Kijk dan, nee. Om een of andere reden. En het wordt balverlies ook voor Beerschot. Goeie bal van Schoofs. Prima voor Aguilar. Die was komen overlappen. Heerlijke bal dit. En de goal van Vanja. Prima counter van Lommel. De counter en ze helemaal de vernieling in. Beerschot. 3-0 en dan gaan ze daar ostentatief vieren voor het vak van Beerschot. En die worden daar helemaal gek, die supporters. Ja, dat moet je ook niet doen natuurlijk. Komen. Ja, prima bal van Schoofs. Heerlijke opening. Dit is ook fantastisch hoor van Aguilar. Legt hem perfect tussen verdediging en keeper in. En daar komt Vanja helemaal vrij. En die duwt hem uitstekend binnen, moet ik zeggen. Vanja bleef heel rustig. De hele rechterhoek lag daar open voor hem, voor Vanja. En hij maakt een 7e van het seizoen al. Zo gaar. Zit aan 4 goals. Verlinde. Oh, even de buik. Valt mee. Bal moet naar Hak. Bal gaat naar Hak. En die kan nog milderen. Moet de 3-1 maken. Hak. Nee, nee, nee. Aarzelt te lang. Hielp die omzeep toen. En mocht de laatste 2 wedstrijden niet invallen. Maar het hoeft niet meer voor Allard. 3-0. Dat zijn de naakte cijfers. Dat is de naakte waarheid voor Beerschot. Dat naar hier was gereisd.